Een stuk leiding is 20 cm lang en heeft een doorsnede van 7 vierkante centimeter. Als olie met een debiet van 5 liter per minuut door de leiding stroomt, hoe lang doet een druppel er dan over om het hele stuk leiding te doorlopen? Dus we hebben een druppel aan de ene kant van de leiding en de vraag is hoe lang duurt het voor die druppel aan de andere kant is. Eigenlijk is dat dezelfde tijd als die nodig is om het volume in dit stuk leiding door het oppervlak te laten stromen. En we weten dat het debiet 5 liter per minuut is. Dus eigenlijk moeten we weten hoeveel liter er in dit stuk leiding kan, om dan te weten hoeveel tijd dat het erover doet. Dus als we willen het volume weten, dan is dat oppervlakte-grondvlak 7 centimeter kwadraat, maal 20 centimeter, is 140 kubieke centimeter, is 0,14 kubieke decimeter, is 0,14 liter. Als we nu weten dat er 5 liter in 1 minuut of in 60 seconden passeert, dan kunnen we gaan kijken hoeveel dat 1 liter kan. Hoe lang dat duurt, en dan doen we nog maal 0,514. Dus dat is delen door 5, maal 0,14. En dan kennen we de tijd om het volume die hier zit helemaal te laten passeren door dit oppervlak.